Het is zondag 10 december. Fijn dat u kijkt. Laten we eens even zien wat het Zeeuwse nieuws is van vandaag. De provincie wil dat ProRail treinreizigers gaat compenseren voor de vele overlast op de Zeeuwse spoorlijn de afgelopen tijd. Door verzakkingen rijden minder treinen tussen Vlissingen en Roosendaal. Ook rijden de treinen op grote delen van het traject langzamer. Volgens de provincie kan onder meer gedacht worden aan een teruggraven van een deel van het abonnementsgeld van treinreizigers of aan gratis reisdagen. Willy en Marleen die hebben een plaatje aangevraagd en daarvoor hebben ze 10 euro gegeven. Met een donatie konden mensen dit weekend een plaat aanvragen bij verschillende DJ's die 24 uur lang live radio maakten vanuit Hoofdplaat in het Glazen Huis. Dat gebeurde in estafettevorm. Ik ben tussen 5:30 en 6:30 van morgen wezen slapen. Toch was er één vaste stamgast die het allemaal meemaakte zonder slaap. En daar werd hij voor beloond. Er was ook iemand die zei, wat jullie kunnen, kan ik ook. Ik heb een mooi oorkonde kunnen krijgen van het comité. Dat is als enige ben die het 24 uur volhouden. Maar dat is maar een kleinigheidje. Uiteindelijk is het belangrijkste doel is dat we het gehaald hebben. En dat we heel, echt heel mooi bedrag hebben gehad. Dames en heren, het bedrag. 14.012,14 euro voor de stichting Zeeuwse Wensambulance. Ik ben er stil van. Het is niet te bevatten dat het zo'n enorm bedrag geworden is. We zijn gestart met het idee dat het misschien 400 euro zou opbrengen. En dan nu 14.000 euro, dat is werkelijk ongelooflijk. Ik kan niet anders zeggen dan waar een klein dorp heel groot in kan zijn. Een mooie kerstgedachte. Je huis openzetten voor eenzame mensen. In Axel gebeurt dat de hele maand met de levende adventskalender. Mensen kunnen op verschillende adressen terecht als ze behoefte hebben aan gezelschap en een praatje. Ja, mensen kunnen elkaar ontmoeten, even een kopje koffie drinken en gewoon een beetje kennis maken met elkaar. Want we hopen dat er ook mensen komen die elkaar niet kennen. Hoe hard is dit nodig? Ik denk heel hard. Sowieso, ik weet ook niet iedereen die in mijn eigen straat woont. Dus ik denk dat dat bij veel mensen zo geldt. En er zijn ook een heleboel mensen die in deze donkere tijd gewoon wat eenzamer zijn. Per huis zijn 5 mensen welkom en de deuren gaan iedere dag open. Behalve op zondag, dan staan de kerkdeuren open. Een fijn gevoel dat je ook mensen op een andere manier leert kennen dan alleen maar op straat door een groet te geven. Nu heb je echt een gesprek en het komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Verbindt zo'n actie die er deze maand is elkaar? Ja. Vanuit mijn, ik voel het. Ik voel dat. Misschien niet voor iedereen, maar voor mij wel. 100 Zeeuwen die een rottijd achter de rug hebben gehad of gewoon toe waren aan een leuk avondje weg, mochten gisteren een avondje uit in Goes. Alles werd betaald door Leuk Zeeuws, omdat schrijfster Franca de Winter de opbrengst van haar laatste boek ervoor heeft gebruikt. Het zijn mensen die bijvoorbeeld van 40 euro in de week moeten rondkomen. Mensen die iets hebben meegemaakt wat gewoon niet zo leuk was. En die ook wel zin hebben om eens even een gezellige avond te hebben. Dus verschillende verhalen eigenlijk krijg je te horen. En dat is wel mooi dat je dat dan kan organiseren voor die mensen. U doet het met de opbrengst van een boekje wat u heeft gemaakt, een Zeeuws doeboekje. Nou zullen er genoeg schrijvers zijn die van dat geld gewoon lekker op vakantie gaan. Waarom kiest u er dan voor om dit te doen? Ja, omdat het mij zelf ook gewoon veel energie en voldoening geeft om dit te mogen doen. En dat vind ik gewoon heel leuk. En het is ook voor mijn uitdaging en daar hou ik wel van eigenlijk om nieuwe dingen te doen. Leerlingen van het Goese Lyceum kookten en het eten werd gesponsord door verschillende bedrijven. Na de windvlagen van vannacht met plaatselijk meer dan 80 km per uur was het ook vanochtend redelijk doorwaaid. Maar het was vrij helder, hier ook op het Veerse Meer. Er waren een paar wolkenvelden, maar vanmiddag raakte het dan toch weer vrij snel bewolkt en het draaide uit op regen. Vanavond trekken die buien snel door naar het oosten, maar vannacht neemt de kans op een bui weer toe. En later staat er ook windkracht 5 tot 7, bij 8 à 9 graden. Morgenochtend is er ook een vrij krachtige tot harde wind en het is vrij buiig met windvlagen. Maar in de middag is er minder wind met meer opklaringen en nog een enkele bui. Bij 9 à 10 graden.
Dinsdag is het vaak bewolkt met geregeld tot regen en een graad of 10 bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Woensdag draait de wind even naar het noordoosten en het geeft dan later wat kouder weer. Maar na woensdag is de meeste tijd wel droog bij een matige noordwesten tot westenwind. En dat veel drogere weer zet na donderdag ook eventjes door. En tot zover het korte nieuws en ook het korte weerbericht van deze zondag. Meer Zeeuws nieuws op onze app en ook op onze website. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot morgen.